De onderminister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Cuba, Rogelio Sierra Diaz, vertoeft in Suriname voor een officieel werkbezoek. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut NII in een persbericht. Het doel van dit bezoek is de verdere versterking van de bilaterale samenwerking tussen beide landen. Ook de intensieve samenwerking op multilateraal gebied is aan de orde gekomen. Suriname en Cuba onderhouden goede bilaterale betrekkingen, onder andere op het gebied van gezondheid, onderwijs, cultuur, handel en toerisme. Hierbij wordt gedacht aan de jaarlijkse studiebeurzen voor Cuba, waarvan Surinaamse burgers dankbaar gebruik maken. Ook de Cubaanse artsen die in Suriname werken, leveren een wezenlijke bijdrage aan de gezondheidszorg. De Cubaanse functionaris heeft besprekingen gevoerd met diverse hoogwaardigheidsbekleders. Daarbij is de nadruk onder meer gelegd op het verder uitwerken van de nauwe vriendschapbanden tussen Suriname en Cuba. Voorts is er gesproken over het belang van een goede samenwerking tussen de respectieve private sectoren, alsmede het contact tussen de beide volkeren. Suriname heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de ondersteuning te herbevestigen voor het beëindigen van het reeds meer dan 50 jaar eenzijdig economisch, commercieel en financieel embargo opgelegd tegen Cuba. Aangezien de handhaving hiervan negatieve effecten heeft op de Cubaanse samenleving. In maart 2019 zullen Suriname en Cuba het 40-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen herdenken. In dat kader zullen vertegenwoordigers van beide landen bijeenkomen voor het uitzetten van een waardige herdenking van dit heugelijk feit. De delegatie van Cuba vertrok op zaterdag 9 juni richting Guyana voor het vervolgen van de besprekingen met betrekking tot de versteviging van vriendschappelijke relaties met de Caribische regio.